Het is belangrijk dat er een onderzoek komt naar wat er gaande is op de Surinaamse arbeidsmarkt, zegt minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De statistieken van het ministerie geven aan dat er bedrijven zijn die vacatures aanbieden, maar dat aan de andere kant mensen werk zoeken maar geen baan kunnen vinden. Een duidelijk teken dat er onderzoek moet worden gedaan, zegt McAndrew. De afdeling of directoraat, onder directoraat arbeidsmarktinformatie, is al bezig om na te gaan wat de precieze oorzaken kunnen zijn. Het blijkt dat in sommige gevallen waar mensen verwezen waren om vacatures in te vullen, de werkgever al iemand had voor die job. In bepaalde gevallen vond de werkgever de scholing onvoldoende. In andere gevallen was het de sollicitant, applicant, die in principe aangaf toch die job niet te willen. En dus zo zijn er verschillende oorzaken die ertoe hebben geleid dat er geen goede matching kon plaatsvinden tussen vraag en aanbod. De minister stelt dat het scholingsniveau van werkzoekenden niet zozeer een probleem mag vormen in Suriname, omdat er meer normale banen zijn dan nu beschikbaar zijn. Op het punt van de salarissen moeten de bedrijven de structuur bepalen. Ik weet niet wat men bedoelt met een marktconform salaris. Want in principe gaat het ervan, bij salarisuitbetaling moet je ervan uitgaan dat de werkgever zal moeten kunnen betalen, toch? En de werkgever dicteert wat hij of zij kan betalen of wat het bedrijf kan betalen. Als je iemand, noem maar wat, 20.000 kan betalen per maand, dan moet het bedrijf dat betalen. Maar je hebt microbedrijven, kleine bedrijven, die misschien maar 8.000 of 10.000 kunnen betalen. Dus over marktconform salaris, dat moet de markt zelf beslissen wat het is. En dat houdt in dat elk bedrijf zijn of haar salarisreeks moet vaststellen voor medewerkers die men wil, vanaf directeur tot noem maar op, schoonmaakster of schoonmaker, noem maar op. Dus dat zal zelf moeten worden bepaald door de bedrijven. Belangrijk is dat wanneer een algemeen minimumloon is vastgesteld, alle bedrijven in Suriname zich aan de vastgestelde regels moeten houden. De minister zegt nog rapportage af te wachten van de commissie armoedegrensbepaling om te weten wat de recente ontwikkelingen zijn wat betreft de armoedegrens in Suriname.